Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Marije Hagenouw. En dit is... En dit is Fluit. En dit is Fluit. Wij zijn samen... Tubbewekkels. Met die lenzen. Ja, en wij hebben het... Tip. Top Tubbewerk. Tip Top Tubbewerk. Tip Top Tubbewerk. Kanaal. Vandaag gaan we jullie de Super Chef demonstreren. Ja, waar kunnen ze ons vinden? Op tv, want ik ging vanmorgen op tv kijken en toen zag ik toen keek ik ons. Ja, op het YouTube. Ja. En op ons Tip Top Tupper kanaal. Ja. Abonneer direct even als je dit filmpje ziet en doe alvast een duimpje omhoog, want wij weten zeker dat je dit filmpje hartstikke leuk gaat vinden. We gaan een eiersalade maken. En daar mag ik vertellen wat je dan nog hebt? Eén moment. We gaan nu de eiersalade maken. En aan het eind van dit filmpje ga ik jullie vertellen wat ik allemaal heb gebruikt en welke voorwerpen. En leg ik nog even iets meer uit over de Super Chef. Vind je alleen dat interessant? Spoel dan direct door naar halverwege het einde van het filmpje. Veel plezier met kijken. Wat gaan we maken? Nou, we maken eiersalade en mag ik vertellen wat we nodig hebben? Ja. Kijk, laat me zien. We hebben nodig. Ik heb 4 eieren gemaakt en van de 4 eieren heb ik dus een 4 cijfer gemaakt. Oh. Kijk. Ja, zie je het inderdaad. Wat leuk. We gebruiken een multidriehoek om de eieren. Een schil te duwen. We pellen de eieren. Niet breken. Niet breken. Niet echt. Nee, pellen. Het zijn namelijk gekookte eieren. Het schermhoesje halen we natuurlijk even af. Ik schil met ons mooie schilmes. Even een shallotje. Ja, en dit is een aardig groot shallotje, dus ik doe een halve. Ja, van ui moet je huilen altijd, hè? Ja. Weet je wat ik nu doe? Nou. Ik doe water en daarna doe ik. Daarna doe ik mijn ogen dicht. Oké. Okay. Knipperen. Dan ga ik hier vaak over. Dan moet je niet knipperen, dat doe ik altijd. Wil. Dat was het shallotje. Die gaan we straks fijn. Dat is een mini-ui, dus daarom heet het een shallot. En dat is een grote shallot. Ja, dat doen we dan. Super chef op. Dat halen we er ook even aan. Dat is een halve deeg, hè? Ja, en daar ligt de andere helft ligt erin. Eén hand er bovenop. We maken hem vast een klein beetje klein. Ik mag deze gaan bellen. Dat is dan vast zo, hè? Ik mag deze gaan bellen. Daar voegen we. Ja, nou zo. Ik help je even mee met pellen. Ja. Ik wil even praten. Want als je aan in je ogen krijgt, dan moet je water pakken en een drinkje en dan knip het een beetje open. Fleur kreeg dus een beetje last van de uien in het in de multidriehoek. Ik heb de deksel er weer op gedaan en nu ruik je dus niks meer. Heb je geen last meer, hè? Op de Super Chef. Wat doen we? We snijden de uien. Doen we hier zo? Door midden. Die doen we erin. Mag ik die niet doen? Ik doe het niet. Nou, dan kunnen we weer wel even. Hè. Doen we snel weer de deksel erop. Het is dus met een draaisysteem. Draaisysteem, die draait hem erop. Deze deksel is los erop te doen. Kijk, makkelijk. Eén hand erop, ik trek eerst even een keer. Ik ga dat de eerste keer kan een beetje kruisen. Zorg dat je het touwtje recht naar je toe trekt. Kijk, we stop even. Dan maken we hem nog even wat fijner als we de yoghurt erbij doen. Ik wil het even laten zien. Kijk, je pakt
een klein beetje vast. Dat dit een beetje ruis is. Mm-hmm. Dan doe je het pak het zelf vast. Kijk, zo. Ja, doe je één hand erop, hè? Ja, doe je zo. En dan trek je hem zo naar je weg. Naar je toe. Korte, ferme trekjes. Nou, ja, stop even, dan doen we yoghurt er even bij. Even yoghurt erin. Even yoghurt erbij in. Wij hebben gekozen voor yoghurt. Hou je liever van wat vettere eiersalade, dan doe je er een beetje mayonaise bij. Dit is relatief gezond. Mayonaise hier toch? Ja, als het nou niet zo lekker is, dan doen we er nog een beetje mayonaise bij. Ja, dus als we wat vetter willen. Kun je de mayonaise erbij toevoegen of yoghurtnaise. Dat nemen we ook nog even weer. En dan wordt het wel heel snoeien. Zo. Daar doen we nog een beetje. Een snufje kerrypoeder erbij. En een beetje bieslook. Nou, die moet je natuurlijk eigenlijk gewoon even bieslopen. Dan knip je die even met je keukenschaar. Een snufje paprika poeder. En een theelepeltje mosterd. Van onze mooie maatlepeltjes. Een theelepeltje. Een beetje peper en zout. En we trekken alles door elkaar. Laat zien hoe snel jij dat. Hard checken. Nou, we laten het zien. Kijk eens. Hoe mooie, fijne, gezonde. De messen zijn fijn scherp, pas op. Zo, ik ben. Het ziet er wel een beetje vies uit. Vies? Een beetje vies, maar ik denk dat het lekker is. Het ziet er vies uit. Wat heb je nog meer voor variaties? Als je in onze micro, als je in onze microgroep maat kan. Wacht even, twee keer twee minuten de spekjes nog even uitwachten. Kun je er doorheen voeren? Ik wil hand, kun je nog invoeren? Wat nog meer? Wat wil je vertellen? Nou, wij hebben zo makkelijke eierdingen, maar hij is het eierding gaan doen. Kijk maar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan kan je dus van die eieren zetten. Ja, die zit in de koelkast. Ja, ik zal het jullie even laten zien. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En dan kunnen ze niet wegrollen. Heb je in 5 minuten een kommetje vol, meer dan een kommetje vol, heb je gezonde eiersalade zonder dat dat, zonder E-nummers, zonder rotzooi, zonder suiker. Gewoon lekker puur. Roep jij maar even wat. Moet je zien wat er komt vol. Schraap hem nog even leeg met de siliconen spatel. Zo mooi. Ja, aflekken. Lek jij de spatel lekker af. Super gezond, super lekker. En super simpel. De superchef dus. Ik ga nog even laten zien. Hapje. Hoe je hem uit elkaar houdt. Hapje op knapje. Terwijl het fleuren. Pittig. Valt mee. De superchef. Dit is dus het mooie apparaat. Blijf jij staan? Ga jij weg? Dan leg ik nog even het apparaat uit. Ja. Doe ik even zo. En dan is alles schoon. Dat was dus de superlekkere, gezonde eiersalade. Wat hebben wij nou allemaal gebruikt? We hebben de maatschapjes gebruikt. Deze hebben verschillende maataanduidingen. Ideaal bij elkaar. In je keukenlade en iets van een ruimte in. Je klikt er zo eentje af en je klikt er ook zo weer eentje op. Dat is altijd lekker handig bij elkaar. Je hebt altijd alle maten bij de hand. De uiensmart. Daarom blijven je uien lang en vers. Een ruimteschaaltje. Het was hem van 300 ml. Zijn ook in andere formaten te verkrijgen. Siliconen spatel. Ideaal om je gladde dingen mee uit te schrapen. Een mooie schilmesje met beschermhoes. Super scherp, super fijn. Ligt lekker in de hand. Dan hebben we onze Allegra kommetjes. Die verschillen nog wel eens van kleur. Heb je interesse, laat het me weten. En wie weet welke kleur er nu in de catalogus staat.
TurboChef, de Turbo Max, de BreadSmart en wel alleen even gebruikt als plateautje. De multidruw die je aan je aanrecht kan hangen, die als je hem dicht hebt. Geen geurtjes verspreid. En natuurlijk de SuperChef. De SuperChef. Wat zit er allemaal bij? De kloppen. Een trechter en een mes. Nou, de kloppen spreekt voor zich. Hoe werkt die nou? Hij komt met een anti-slipring. Die moet je er eerst op plaatsen. Super simpel, je duwt hem erop en hij glijdt niet meer van je aanrecht. Er zit natuurlijk een beschermhoesje bij. Die je zo af kan klikken, kan ook in de vaatwasser. Dan hebben we de drie messen. De messen zijn op drie verschillende hoogtes, zodat elke keer als jij aan het touwtje trekt, vliegt het. Het voedsel wat je erin hebt zitten vliegt omhoog en daardoor wordt alles dus even fijn gehakt. De messen zijn een klein beetje rondgeslepen en ze zijn fijn scherp. De kom, daar zit een maataanduiding op. De trechter met een stand open en dicht, dus je kunt eerst dicht, ook hier zit een maataanduiding op. Eerst bijvoorbeeld de melk dichter in doen, kun je zien of je erin doet. Schuif je hem open en druppelt het erin. Deze kan dicht met een siliconen klepje. Dan heb je de rand. Die klik je er dus. Met de inkepingen. Jullie dat goed kunnen zien. Draai je zo op. Dit is hetzelfde systeem. Draai je er zo op. De onderkant van de deksel kun je eraf halen door even met een theelepeltje in het gaatje klein te wrikken. En hij is los. Deze kan ook in de vaatwasser. Deze hoeft in principe niet in de vaatwasser. Die gebruik je bijvoorbeeld even met het doekje van Tupperware. Maak je hem even schoon. Mocht het nylondraadje nou wel nat worden, dan trek je hem uit. Duw je hem er weer terug in en hang je hem aan het touwtje te drogen. Het is een nylondraadje met een aluminium ringetje. Dus zorg dat je recht trekt. Trek je te vaak zo dan, of zo, dan kan het nylondraadje in het plastic of in het aluminium ringetje branden. Deze kan dus zoals gezegd in de vaatwasser. De messen kunnen ook in de vaatwasser, maar veiliger van niet en ook beter voor je messen van niet. Je klikt hem weer in elkaar, je zet hem weer in elkaar en je hebt een super handige vaat. Waarvoor gebruik ik hem? Voor groenten. En dan echt ook wortel, zoete aardappels, ook altijd zo'n ramp. Je kunt alles bij elkaar in doen. Elke keer even schudden. Als je bijvoorbeeld die wortel even aan je mes gaat, even losschudden zodat die er weer afvalt. En het snijdt super fijn. Het mooie is dat deze deksel van de SuperChef, die past, is dezelfde deksel als van de TurboChef en de Turbo Max. En je kunt dus deze deksel meer gebruiken. Dus je kunt ook heel makkelijk uitbreiden. Heb je vragen? Wil je de prijs weten? Wil je hem bestellen? Zoek me even op Facebook, volg me en stuur een chatbericht. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te abonneren, doe je duim omhoog en hopelijk zie ik jou snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei!